Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. En vanaf Beursplein 5 komt beurscommentator Dirk Veenstra. Iedere week met een beleggingsklassieker. Dirk, goedemorgen. Hallo daar. Welke beleggingsklassieker heb je vandaag voor ons? Ja, misschien een die heel toepasselijk is in tijden van dalende beurzen. Kijk niet naar je portefeuille, maar vooral verkoop nooit. Ja, dat vind ik dan helemaal niet bij dalende beurzen passen. Waarom zou je die strategie aanhouden? Omdat het soms wel het beste is om gewoon niet te verkopen, niks te doen. De dode belegger, zeggen ze wel eens, is de beste belegger. Klinkt heel wrang, maar dat is toch wel vaak het geval. Dus bespaar jezelf, wees voorzichtig en doe gewoon helemaal niks. Ja, en waarom zou je dat moeten doen? En waarom is een dode belegger de beste belegger? Nou, juist omdat hij niet nerveus wordt en niet dus in actie komt op de verkeerde momenten. En dat kan heel goed werken, zeker als je een breed gespreide portefeuille neemt. Ik heb daar even een voorbeeld van gepakt. Bijvoorbeeld de Vanguard FTSE All World, en dan met een hele moeilijke afkorting, ETF. Dan praat je over een ETF die volgt die bekende index, de FTSE All World Index. Daar zitten een paar duizend aandelen in van ontwikkelde markten en emerging markets, et cetera. Dus goed gespreid. Het dekt eigenlijk zo'n 90-95% van de wereld af, hè, van de investeerbare wereldaandelen, zeg ik maar. Dus het gaat heel makkelijk. En de lopende kosten zijn laag. Je hebt maar zo'n 0,22% kosten per jaar. Dus dat is een makkelijke index. En daarmee ben je gewoon makkelijk, klaar, uit, weg en mee. Ja, en zit je meteen dus kennelijk in ruim 4000 verschillende aandelen belegd. Ja, het voordeel is, je hebt dus daarmee geen stress. Hè? Want dit doet het werk vanzelf voor jou. Je hebt geen stress, je hebt er geen omkijken naar. Het wordt gewoon voor je beheerd. Daar betaal je dus ook inderdaad die 0,2% kosten voor. Maar dan ben je er vanaf. En dan heb je gewoon geen omkijken meer naar je hele portefeuille. En gaat het best goed. Ja, en betekent het dan ook dat je altijd een mooi rendement hebt? Nou, het verleden heeft dat wel aangetoond in ieder geval. En dat is allemaal te becijferen en te berekenen. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Ik heb er onderzoekje even gepakt wat door Van Eck wel eens gebruikt wordt. En komt van het ingewikkelde naam, het CSPR. Maar dat zei zo. En als je dat aanhoudt, als ze zeggen, je koopt een aandeel, maar je moet het ook vooral houden. En als je dan niet hoddelt, maar houdt inderdaad, dan komt het goed. Want dit is een voorbeeld even voor Amerikaans. Maar kijk eens mee. Als je 1 jaar een aandeel houdt, dan is de kans op winst is zo'n 74%. Prima. 3 jaar al 83. Na 5 jaar 87%. Na 10 jaar 93% kans op winst. Maar na 20 jaar, als je het hebt gehouden en niet om hebt gekeken, heb je 100% kans op winst. Dat zijn natuurlijk de bedragen waar je thuis mee kunt komen. Kortom, dit ontneemt je in feite alle zorgen en geeft je de maximale kans op winst. Ja, dus dit onderstreept wel ook het belang van voor de lange termijn. Dus minimaal 20 jaar lang beleggen. Buy and hold, moet ik zeggen inderdaad. Buy and hold, koop en leg gewoon weg. Dit is een manier inderdaad om er niet zonder zorgen gewoon te gaan beleggen en toch mee te profiteren van de opgaande koersen in de wereld. Dankjewel, Dirk.